We hebben een molenschuur gebouwd, natuurlijk ook met hulp van professionals, maar vooral veel met ons als vrijwilligers. En de een die kan goed lassen en de andere is goed met hout en de volgende doet weer iets anders. Dus we hebben met behulp van de vrijwilligers bij deze molen de schuur gebouwd en het stuk wat de schuur met het molenlijf moet verbinden. Daar staat nu de pui, het glas zit erin en er moet nog afgemaakt worden. En als het dicht is, dan wordt de opening tussen de molen en de doorgang gemaakt. Daar is ook al een deur voor. Geweldig, hè? Nou, onder de noemer van NL Doet van het Oranje Fonds hebben we mensen bereid gevonden om ons te helpen om een heg om het terras van de nieuwe molenschuur te plaatsen. En die heg bestaat uit Portugese laurierstruiken. En dat was best wel een hele klus om eerst de sleuf te graven, potgrond erin, laurierstruiken planten en alles netjes op een rij. Waar we vooral blij mee zijn, is dat het mensen zijn die van oorsprong niet uit Nederland komen en die tijdelijk in Nederland wonen en die daar proberen een leven een beetje op te bouwen. En die zijn met een begeleider hier naartoe gekomen en hebben knetterhard gewerkt. Het moet stapje voor stapje. We zijn ook elke keer niet alleen op zoek naar iets wat goedkoop is, maar vooral ook naar geld om iets te kunnen betalen. Maar toch geen klachten over sponsors, heb ik begrepen? Nou, we moeten er wel ontzettend hard achteraan. En dat is toch, en niet alleen voor ons, maar vaak bij vrijwilligerswerk het probleem dat vrijwilligers hoeven niet betaald te worden, maar datgene wat je nodig hebt om het werk te doen, ja, dat moet vaak wel betaald worden. 12 en 13 mei is het Nationale Molendag. En voor de zaterdag in dat weekend zijn we bezig om gewoon een open dag te houden. En die vrijdagmiddag daarvoor wordt de molenschuur officieel geopend. En die zaterdag zijn allemaal kraampjes en iedereen is welkom. En wordt heel gezellig natuurlijk weer.